Nou, laat mij de samenleving één zekerheid geven. En dat is dat de Surinaamse justitie en politie er alles aan doen om iedereen die betrokken is bij strafbare handelingen, hoe groot of hoe klein die impact is in de samenleving, zichtbaar te maken en aan te pakken. Dus niet uitsluitend de drugsgerelateerde criminaliteit. Maar aan de andere kant wil ik de samenleving ook van één ding verzekeren. Op het moment dat we contrabanden tegenkomen, en in dit geval drugs, zullen wij er alles aan doen om daarachter ook te gaan. En om daardoor, door het weg te nemen van de handel, één zekerheid te bouwen dat door vernietiging die partij drugs niet in de samenleving terecht kunnen, hetzij de Surinaamse samenleving of daarbuiten. Omdat tot vandaag, zoals we nu praten, wij niet hebben kunnen vaststellen dat Suriname een drugsproducerend land is. Dat betekent dat de grote partijen drugs uit het buitenland komen en jammer genoeg via Suriname hun weg terugvinden naar buiten. In dat verband zullen wij dus iedereen die erbij betrokken is, zo veel als mogelijk zichtbaar maken om aan te pakken. Als wij nu een groep verdachten hebben en hun verklaring geeft aanleiding om voor te gaan samen met de intelligence die je hebt, dan kan het best erin resulteren dat we ook komen aan de opdrachtgevers van deze drugstransporten.